Welkom in Veren, de kleinste stad van Zeeland. Ik sta hier voor het stadhuis van Veren. Dat is onderdeel van het museum Veren. En in museum Veren vertellen we het verhaal over de rijke geschiedenis van deze stad. Onder andere de bijzondere relatie tussen Veren en het Huis van Oranje-Nassau. Maar ook een hele bijzondere verhouding tussen Schotland en Veren. Schotten hebben hier in Veren eeuwenlang gewoond en geleefd. Het museum heeft twee locaties, dit prachtige stadhuis en de Schotse huizen. ...700 jaar geleden is Veren ontstaan als een klein vissershaventje. Nou, die vissers die hier woonden, die gingen op een gegeven moment handel drijven, bijvoorbeeld met de Schotten die daar woonden. En zo is die bijzondere relatie tussen Veren en Schotland ontstaan. Die Schotten die brachten hier bijvoorbeeld huiden en zalm, maar veel belangrijker ook wol. En de Verenaren die brachten dan weer appels en uien en ook dakpannen terug naar Schotland. Aan het eind van de 18e eeuw, toen moesten de Schotten hier vertrekken uit Veren. En toen zakte echt die hele vishandel in. En Veren werd in de 19e eeuw de armste stad van heel Nederland. Maar ook dat had weer zijn voordelen. Want door die armoede hier in Veren kwamen er weer heel veel kunstenaars. En in een kielzog kwamen ook de toeristen. We staan hier nu in de beeldenzaal van de Schotse huizen. En hier staan topstukken uit de collectie van het museum. 7 beelden uit de middeleeuwen. En ze stellen voor de heren en vrouwen van Veren. Ooit stonden ze in de nissen van het stadhuis. En de burgers van Veren die moesten zo opkijken tegen hun machtige heersers. Het zijn beelden van vrouwen van Veren. Onder andere vrouwe Anna. Een hele machtige en strijdkrachtige vrouw. Haar zoon Adolf van Bourgondië, die was ook vlootvoogd van de Nederlandse oorlogsvloot. En heel bijzonder, over hem werd gezegd dat hij wel een hele erge bijzondere relatie had met de Schotten. Want werd gezegd, hij heeft een Schots hart. In de 17e eeuw was Veren ook betrokken bij de lucratieve walvisvaart. Die walvissen waren enorme beesten, dus je kon daar gewoon enorm veel traan uithalen, maar ook lampenolie en baleinen. En dat werd weer verwerkt in kleding. Dus nou, zo'n stadje als Veren kon echt heel veel producten uit zo'n enorme walvis halen. Ieder jaar voeren zo'n 20 schepen vanuit Zeeland naar de Noordpool. Het waren hele grote schepen. En het interessante is ook dat de Schotten die hier in Veren leefden ook betrokken waren bij die walvisvaart. Want ze investeerden er namelijk in. Op dit enorme schilderij zie je alle schepen die in het jaar 1651 de haven van Veren hebben aangedaan. En heel interessant is dat er ook heel veel schepen op staan die naar Schotland voeren. Want Veren was een hele belangrijke plaats voor de handel met Schotland. Heel belangrijk is ook een Schots oorlogsschip. En daarop zie je de vlag van de Schotse marine. En dat is de eerste keer dat deze vlag ook wordt afgebeeld op een schilderij. We bevinden ons hier in de raadzaal van het stadhuis van Veren. En om je heen zie je portretten van de koningen en koninginnen van Nederland en de prinsen van Oranje. En waarom? Omdat er een bijzondere band is tussen Veren en het Oranjehuis. De Oranjes zijn namelijk markiezen en markiezinnen van Veren. En het hele speciale wat we hier hebben, dat is de vergulde beker van Veren. En alleen de huidige markies, dat is onze huidige koning, mag eruit drinken. Je moet deze beker zien als een soort erebeker, geschonken speciaal als dank voor de diensten die de heer van Veren heeft verricht aan keizer Karel de Vijfde. We staan hier in de salon van Alma Oaks, de kamer waar de Engelse eigenaresse van de Schotse huizen jarenlang gewoond heeft. En achter mij ziet u wat werk van schilders die hier in Veren geschilderd hebben tijdens de periode van de kunstenaarskolonie. De kunstenaarskolonie is eigenlijk begonnen aan het eind van de 19e eeuw. Veren was zeer aantrekkelijk voor de kunstschilders met de in- en uitvarende vissersschepen dagelijks,
de stadse allure met een grote kerk, een stadhuis. Dat was een prachtige inspiratiebron voor de kunstschilders. Lucie van Dam van Isselt was de eerste vrouwelijke kunstenaar die in 1907 in Veren kwam wonen. In totaal zouden er 9 vrouwen in Veren schilderen. Na de Tweede Wereldoorlog zou de kunstwereld drastisch veranderen. Kunstenaars waren op zoek naar vrijere kunstvormen. Dat was ook het einde van Veren eigenlijk als kunstenaarskoloniale. Veren is ontstaan in de middeleeuwen als een klein stadje. Eigenlijk net zo precies als Amsterdam en Rotterdam zijn ontstaan. Alleen deze steden zijn steeds groter geworden en hier in Veren is het klein gebleven. En dat is het bijzondere van Veren. En achter de gevels van de Schotse huizen en het stadhuis kun je dan ook deze bijzondere geschiedenis ook vinden. En dat verhaal proberen we ook te vertellen. Een klein middeleeuws stadje met al zijn doen en laten, met de Schotten, met de walvisvaart. En in dat museum, daar kan je dan ook echt gewoon de ziel van zo'n klein stadje zoals Veren vinden.